Als er acuut gevaar is wereldwijd, werken we heel snel samen en effectief. Ja. Als het een vaag gevaar is, laten we zeggen over abstracte gevaar zoals AI, AGI of kernwapens, dan zijn we veel minder snel in om dat op te lossen, op te pakken of samen te werken. Dus hij stond van binnenuit onder druk. En ik denk, nou, dat kaap ik weg. Ik kan dan tegelijkertijd me van een aantal lastige dossiers bevrijden waar niet echt heel veel schot in zit. Ik heb mijn geloofwaardigheid terug bij mijn eigen achterban, want ik laat het op dit dossier sneuvelen. Nee, maar dat moeten we maar eens met Marlies over hebben, denk ik. Hè? Over deze. Ik denk dat zij een beter afgestelde misogynierader heeft dan ik. Ja. Ah. Ja. Precies. Ik vind het een bouwde these, maar toch. Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Rogier van Bemmel. Het is zondag 16 juli en daarmee is het weer tijd voor Nieuws van de Week. En vandaag zitten we met z'n vieren. Aan tafel zitten Jelle van Baardewijk, Ad Verbrugge en Juri van Geest. Leuk dat je er bent, Juri. Heren, fijn dat we weer zitten met elkaar. We gaan Nieuws van de Week doen. We beginnen altijd bij Lief en Leed. Wat is wat is er deze week gebeurd in jullie levens? We hebben zoveel evenementen, boekpresentaties en dergelijke gehad dat het... Nou, ik had gisteravond, ik was wielrennen. Het was 's avonds laat. Ik dacht, ik wil nog even de stad uit. En toen belde op een gegeven moment Elsa Marie van den Ehrenbeemt. Die was bij mij te gast is geweest om te filosoferen over... Psychologen. Ja, psychologen over vaderschap. Dus ik dacht, hé, wat leuk dat ze belt. Het was ook best wel laat op de avond. Het was echt 10 uur of zo, 10:30. En ze belde, was heel enthousiast over De Nieuwe Wereld. En ze wilde eigenlijk wat anekdotes delen over de uitzendingen die ze had gemaakt. Waaronder een jonge man die haar gemaild had dat hij 28 was en zijn vriendin wilde graag een kind. Maar nu dacht hij dan toch ook, het moet er maar van komen. Dus ik dacht, nou, we hebben nog positieve invloed. En we gaan ook samen een programma maken over moederschap. En onder andere over erfenis verdelen. Dus ze komt vaker hier terug. En dat is leuk. Het is een warme, bijzondere vrouw, vind ik namelijk. Dat kom je toch niet zo heel vaak tegen. Het doet me ook een beetje aan mijn oma denken, als ik eerlijk ben. Want het is al een vrouw met heel wat levenservaring. En ik vond het toch leuk dat ze even belde. Dus toen ik ophing, dacht ik wel van... Nou, dat is toch goed dat dat gesprek zo goed liep. Het is ook leuk als mensen terugkomen. Ja. Moeten we misschien vaker doen. Nou, jullie hadden ook een warme klik tijdens dat gesprek. Het zag er ook uit alsof jullie... alsof er inderdaad... Ik ging toch een beetje onder haar oma-vleugels mee nadenken over... Oh ja, zo kun je naar vaderschap. Nee, het was juist, het resoneerde enorm. Ze verwoorden het ook wel zoals ik het zie. Ja, leuk. De vader als omheining van het gezin. En, kijk het zeker, aflevering 12:30. Kijk, nou, dat is een mooie concrete verwijzing. Ja. Andere heren aan tafel, wat voor week was het voor jullie? Ik hoorde jou net iets zeggen dat je je verheugt op iets wat de komende week staat te gebeuren. Ja, nou, ik heb deze week 4 keer tickets gekocht, of eigenlijk 8 keer, voor de film Oppenheimer. Die komt volgende week uit, 20 juli. En ik kijk er heel erg naar uit, want enerzijds is dat onderwerp, het gaat over Manhattan Project, het maken van de atoombom. Dat vind ik sowieso interessant, blijft mijn technologie achtergrond. En geschiedenis, passie ook trouwens. Maar ik zie ook een link tussen wat er in die film naar voren gaat komen met wat er nu speelt qua artificial intelligence, kunstmatige intelligentie en de risico's daarvan. Dus er zit ook een enorme overlap qua thematiek. En dit schijnt de beste film van Christopher Nolan aller tijden te zijn. Ja, ik heb nooit geklikt op de links, maar ik ben al 10 keer zo'n link tegengekomen van deze film gaat Hollywood redden, fantastische film. Terwijl die nog helemaal niet uit is. Dat is wel bijzonder. Ja, dat klinkt als een goed reclamepraatje. Maar het heeft natuurlijk een IMAX variant en 70 mm, et cetera. Dus het is echt wel echt een belevenis. Hè. Meer dan gemiddeld, laat ik het zo zeggen. Ook qua productiewaarde en de technologieën die zijn gebruikt. Dus het zal heel veel impact hebben. Maar vooral de samenwerking van de mensen, ook de acteurs en actrices, maar ook het hele team. Ja, dat is wel uniek. Dit is het niveau. Ja, ik ben een enorme fan van Interstellar en Inception. En ook The Dark Knight. En dit is nog echt wel een stap verder, dus qua impact. En dan 3 uur. En het thema is ook actueel en het leeft heel erg. En ja, dus ik denk, kijk daar enorm naar uit. Ja. Leuk. Gaat hij hier ook weer met die tijd werken? Weet je er al iets van? Of, dat is echt een heel belangrijk thema. Klopt. Het gaat allemaal over tijd. Tenet ook als meeste. Ja. Dat zal je Interstellar ook. Ja, maar dit gaat met name. Hij denkt heel erg na over. De grootste filosofievraagstukken in al zijn films. Wie zijn wij? Waar gaan we naartoe? Waar komen we vandaan? En wat is tijd? Inderdaad, hoe kun je tijd? Dat zal hier ook in terugkomen, ja.
Maar vooral ethische dilemma's. Ja. Heel sterk. Leuk. En wanneer gaat hij in première? 20 juli. 20 juli? Ja, ja. In Nederland dan. En waarom heb je zoveel kaartjes gekocht? Ja, omdat ik een enorme fan van hem ben. En dit onderwerp spreekt mij enorm aan. Dus je gaat er vaker heen? Nee, ik ga 4 keer achter elkaar. Ja. Dat deed ik ook bij Interstellar trouwens ook, 4 keer achter elkaar. Zo? Ja, ja, maar ja, dan leer je een film wel... Ja, dan is het meerdere complexe. Ja, precies. Deze film is complex. Ja. Dus. Ja. Ja. Nee, het schijnt dat je 2 weken nog, dat hij nog nadreunt, wat ik hoor. Ja, ja. Dus het is wel film. Leuk, wel een leuk gesprek. Nou, we willen hem graag hier met jou bespreken dan, denk zeker. Ik. Ja, moeten we misschien sowieso doen. Ja. Leuk. Filmbespreking. Ja. Zeg Inception was ook fantastisch. Ja. Heel mooi gedaan. Dat is misschien wel een goed idee voor de zomer. Ja, dan maken we een uur van de muze over, over Christopher Nolans werk. En dan nou, ik pak gewoon 1 film eruit. Dat lijkt me prima. Dat is alweer genoeg. Ja, ja. Nee, ja, leuk plan voor de zomer. Heb jij nog iets van de week? Nou ja, ik ben met jouw boek ben ik eigenlijk ingedoken. Met veel genoegen. Maar dat is, we hebben een goede week gehad. Ja, ja, ik was heel druk. Dus, maar alle vrije uurtjes die ik had, was ik echt weer gegrepen. Heel veel elementen van jouw gedachtegang ken ik natuurlijk al. Van het spreken of van essays of van Tijd van Onbehagen. Maar het is nu zo rijp en zo vlot neergeschreven. Met toch weer wat nieuwe elementen. Dus ik zie ook wel weer de nieuwe lijnen zie je alweer aankomen. Ja, wat vond jij nou vernieuwend eigenlijk eraan? Vernieuwend? Ja. Nou ja, vernieuwend is dat iemand gewoon met een beetje afstand reflecteert op de tijd waarin we leven. Zonder daar een politieke agenda bij te hebben. Ja, dat is wel waar. Ja. Er zit inderdaad geen politieke agenda in het boek. Dat zie je vaak wel in boeken. Ja. Dus, maar goed, we hebben het boek misschien genoeg besproken om... maar gewoon even als nieuws, als lief en leedje. Dat was mijn week, stond wel echt teken van jouw boek. Ja, dat is leuk dat je het noemt. We hadden het niet eens afgesproken, dus maar dank voor de promo. Ah, ja. mijn lieve leed, ja, laatste tentamens. Gisteravond nog een. Ja, we gaan wel heel lang door tegenwoordig. Dus... In de goede oude tijd was de zomer nog voor de studie van de docenten. Ja, en veel achterstallig onderhoud natuurlijk vanwege mijn boek. Dus het is nog geen vakantie voor mij. Maar voor de rest ben ik goed bezig. Sport veel, zwem veel, eet gezond, ik leef gezond. Dus ik kom weer helemaal op adem. Ik sla een beetje aan op wat Juri net inbrengt. Dus Oppenheimer, ik heb hem al heel de tijd aangekondigd gezien. Ik vond het ook wat omineus, wat onheilspellend, eerlijk gezegd. Hè? Gegeven toch het tijdsgevricht waarin we zitten. Met toch een heel serieus conflict met misschien de grootste kernmachten op aarde. Waarom komt zo'n film nu uit? Dus dat had ik al toen hij een half jaar geleden hier op de Breestraat werd aangekondigd. Bovendien deed me denken aan mijn eigen jeugdjaren. Ik had nogal de neiging om allerlei zaken die ik fascinerend vond, om daar iets artistieks mee te doen. Zo zouden we het nu noemen. Maar ik was gewoon enorm aan het knutselen. Dus ik maakte allerlei dingen vanzelf. Hè. Van tafeltennis, kistjes tot en met een ramp voor skateboarden. Maar ook een skateboard. En ik had 1 skateboard zelf gemaakt. Dat had ik ook met verschillende lagen gelijmd en zo. En zag er prachtig uit. Maar daar had ik op de achterkant de ontploffende atoombom. En het heette een soort Atomic Skate Destruction. Het was een enorm pathetische naam zoals je dat kunt hebben wanneer je 12, 13 jaar bent. En ik weet nog wel dat mijn zussen toen wat geïrriteerd reageerde op het feit dat ik dus een atoombom onder, de ontploffing van een atoombom onder mijn skateboard had geschilderd. Hè. Maar ik zei, ja, maar ik vind dat zo'n fantastisch gezicht. Natuurlijk, die beelden die waren toen natuurlijk ook bekend. Zo'n paddenstoel. Ja, die paddenstoel, ja. En de Solomon Islands werden kapot geknald. En ja. En ik ben nu op een leeftijd... Dat ik me de gruwel ervan inderdaad ook veel meer realiseer. Echt het verschrikkelijke wat daar gebeurt. En dat heb je als kind niet. Dan zie je dus die esthetiek en alles stoer, weet je wel. En dat heb ik helemaal niet meer. Dus het is het afgrondelijk verderfelijke. Dat alsof de god van de onderwereld boven op aarde komt, weet je wel. Het is hels. En dat vond ik dus heel duidelijk ook in de aankondiging van de film. Zo dat helle vuur. Hij ziet hem daar staan met die enorme oranje
gloed en die vlammen achter hem. En ja, dat heeft iets hels, vind ik. Nou, dus ik ben... Dat is wel grappig. Kijk, de film heeft natuurlijk een bepaalde aanloop. En uiteindelijk moet een man dat experiment doen. En dat realiseer ik me pas de afgelopen maanden. Maar dat is natuurlijk een ongelofelijke beslissing in de hele menselijke evolutie en geschiedenis. Welk experiment? Nou, dus om die atoombom te testen, de Trinity case. En ja, dat had ook de wereld kunnen vernietigen. Dat wist je op dat moment niet. Hè? Dus dat is een enorm ethisch dilemma geweest. Ja, goed. En dan natuurlijk ook het gebruik ervan is natuurlijk ook echt gruwelijk. Ik heb vorig jaar, nee, het jaar daarvoor ook al... Die Antikeerdheid des Menschen van Günther Anders gelezen. Ik weet niet of je het boek kent, maar het gaat ook over het moment in de geschiedenis. En dan komen we ook weer bij een onderwerp van Juri. Eigenlijk het moment in de geschiedenis waarin de mens eigenlijk door zijn eigen artefacten, in dit geval technologische ontwikkeling, op het punt komt dat hij in staat is zichzelf te vernietigen en een aanzienlijk deel van de levende natuur. Hè? Ja. Niet alles, maar een aanzienlijk deel van die levende natuur. En dat is het stadium waarin hij spreekt over die Antikeerdheit des Menschen. Dat wij eigenlijk in een andere verhouding tot de aarde zijn gekomen. Anders dan het Anthropoceen. Hè? Maar deze echt vernietigingskracht. En ik op een andere manier is dat denk ik nu met... AI is vergelijkbaar, denk ik, met de uitvinding van het kernwapen. Ja. Dat die mens op een gekke manier iets heeft gemaakt wat hem, wat op het punt staat ook hem te verdelgen. En dat is denk ik, en natuurlijk, ja, je moet niet apocalyptisch over, dat moet je ook niet doen. Dat is ook niet, maar je voelt wel eens, er is een parallelie en er is denk ik niet voor niets dat we zien dat zodra je dus aan het leven komt en de bron van het leven, dat daar een soort oerangsten de kop opsteken. En ik denk, het is in dat opzicht veelzeggend dat er natuurlijk rond kernwapens, we hebben die non-proliferatie, we hebben dat idee van dat dit moet niet een wapen worden wat zomaar in handen van deze of gene, die moet er heel zorgvuldig mee omgaan. En we hebben gezien dat een moratorium is aangekondigd toen rond klonen. Hè? Dat is in de westerse... en nu zitten we weer zo'n de oproep van een moratorium rond artificiële intelligentie. Alsof daar toch iets grensoverschrijdends gebeurt. Wat met die Antikeerdheit des Menschen. Alsof de mens een soort achterhaald raakt. Doordat hij iets heeft uitgevonden waarmee hij gedateerd is. Dat hij zelf als het ware geestelijk ook niet meegegroeid is met datgene wat hij heeft voortgebracht. Weet je wel, zo'n soort. En dat voel je bij zo'n kernwapen, maar dat zit nu waarschijnlijk ergens bij de AI ook. Je ziet dus twee dingen. Kijk, je hebt acuut gevaar, laten we zeggen, hè, 1987 Montreal met de ozonlaag. Ja. Als er acuut gevaar is wereldwijd, werken we heel snel samen en effectief. Ja. Als het een vaag gevaar is, laten we zeggen, of een abstracte gevaar, zoals AI. AGI of kernwapens, dan zijn we veel minder snel in om dat op te lossen, op te pakken of samen te werken. Dus dat is wel een interessant onderscheid, valt mij op. Ja. En jullie nemen eigenlijk al een behoorlijk voorschotje op de uitzending die we naar aanleiding van de film willen gaan maken. Maar we staan op een ethisch kruispunt. En we weten eigenlijk, het laatste wat je zegt, dat we eigenlijk nog niet weten als mens, dat we nog niet ver genoeg ontwikkeld zijn om ook een juiste omgang met die technologie te vinden. Ja. En dat eigenlijk ook op zo'n moment, zo'n Oppenheimer inderdaad, kan ik nou zo'n proef doen of niet? En nu is het bij die AI ook, wat voor mensheid hebben we eigenlijk nodig om, niet om het te beheersen, want dat is meteen weer de impuls natuurlijk. We gaan het systemisch of wetgevend beheersen, maar ermee omgaan? Hoe willen we als mens ons verhouden tot natuur, tot AI? Dat soort vragen. Ja, ik denk dat de systemische beheersing ook wel belangrijk is, hoor. Van de week was er ook in het nieuws, Marlies stuurde mij dat door, dus alle eer voor haar. Maar er waren een paar schrijvers kennelijk in Amerika, die hebben nu ook ChatGPT-makers aan voor het gerecht gedaagd, omdat zij zeggen dat het mechanisme, de robot, die voedt zich met hun boeken. Dus de robot die poept allemaal tekst uit, die lijken veel te veel op hun romans. En toen dacht ik zelf wel van ja, dus in ieder geval die robotica heeft de mensheid wel nodig. Dit is een soort parasiet
op de kunstenaars, die de kunstenaars leegtrekt om zelf goed te worden. Het is natuurlijk ook een taalleermodel. Maar zonder de mens lukt het niet. En de vraag is van wanneer is de mens inderdaad niet meer nodig om mooie poëzie te maken. Maar vooralsnog zie je dus dat er geparasiteerd wordt op de mens. Want zonder dat de mens nieuwe poëzie maakt, lukt het dat algoritme niet om op dat niveau te schrijven. Tenminste, dat gevoel krijg ik sowieso sterk wanneer ik ChatGPT tegen test. Dat je toch, ook bijvoorbeeld, het is bekend dat ze getraind zijn op die Europese beleidsdocumenten. En de standaard terminologie die daarin voorkomt, een beetje bestuurskundige woorden, die zit er ook heel scherp in. Hè? Dus ja, daarin zie je toch dat het wel nodig is om die systematische omzoming wel af te dwingen. En te zeggen van dit kan wel, dit kan niet, dit gebeurt er met auteursrecht. Om het een beetje in de perken te houden. Maar goed, dat is een kleine stap. Ik zie wel Je kunt hem ook omkeren. Je kunt ook zeggen, we leren ook niet meer op die dichterlijke manier schrijven. Met een rijke woordenschat, met een rijke verbeelding. We worden ook gewoon steeds digitaler gemaakt in dat opzicht. Ja. En platter. Hè? De volgende stap is dat wij ons eigenlijk aangepast hebben aan dat type taal. Wat door die machines wordt gehanteerd. En ik denk wel, ook zo'n gesprek als wat we nu aan deze tafel hebben. Dat is wel iets waarin, als het goed is, nog iets gebeurt wat je niet door machines kan laten doen. Maar een heel veel conversaties die hebben misschien ook gewoon het karakter van een vrijwel stimuli-respons uitwisseling. Snap je? Dus daar gebeurt geestelijk ook eigenlijk niks meer. Ik heb in dat opzicht ook al jong een soort affiniteit gevoeld met Star Trek. Niet omdat ik ben niet echt een Trekkie geweest of zo, maar de poging om technologische innovatie te verbinden met een idee van een rijkere belevingswereld en een verbeeldingswereld. Waarin de techniek niet in dienst staat van alleen maar platte consumptie. Of het vergemakkelijken van allerlei taken en opgaven. Maar ook iets te maken heeft met het exploreren of het verrijken of het ontdekken. En ik denk dat is wel een van de, denk ik, gewoon de vragen voor de toekomst. Hè? Is alle technologische innovatie nou uiteindelijk alleen maar gericht op, om het maar utilitaristisch uit te drukken, het maximum genot voor het grootste aantal? Hè? Is dat nou de bedoeling? Of gaat het erom dat de technologie uiteindelijk in het teken staat toch van een rijker mens zijn? Dat laatste is niet iets wat ik nou direct waarneem. Ik vind heel veel dat we armer worden en hongeriger en meer nodig hebben. En of het nou drugs is of weer de zoveelste vakantie of weer allerlei externe. Maar onze eigen rijkdom, we verschralen eigenlijk. Tegelijkertijd, om het somber neer te zetten. Ja, tegelijkertijd wat wij op YouTube doen, dat is natuurlijk voor een deel hebben wij al heel lang zulke gesprekken. Alleen nu is er een camera bij en is het een opschaling van goede filosofische gesprekken. Nee, maar ik zie ook die ChatGPT, ik weet niet wat jij daar misschien een voorbeeld bij hebt, maar het zou natuurlijk kunnen dat het ook weer een enorme bekrachtiging is van die creatieve kant. Maar ik denk, heel reëel is, zeker met het kapitalistische model wat we er omheen hebben hangen en toch het gebrek aan een vormingsidee, is dat wij net als de aarde ook de mens exploiteren. En dat is waar de Matrix natuurlijk over gaat, de film. Dus ook onze kinderen worden geëxploiteerd om maar te zorgen dat ze zo lang mogelijk aan de telefoon zitten. En op een hele bazaal niveau eigenlijk worden gestuurd en in richtingen die bepaalde partijen in gedachten hebben. En dat er gewoontes ontstaan, maar die ons eigenlijk dus leeg maken. Dat is het poreuze zelf. Maar goed, dat is een dat is even mijn somberder. Nee, maar die herken ik ook. Je ziet dus al bij die schrijvers, die zeggen al, ze voelen zich geëxploiteerd, misbruikt. Ja, ja. Nou, de vraag is, zijn wij de reproductieorganen van de machine, het systeem, of andersom? Ja, dat is de matrix. De matrixvraag. Dat is de matrixvraag. Ik hoor wat Ad zegt, die zorgen deel ik. Ja.
Alleen, het is nog te vroeg om dat te zeggen. Precies. Er zijn heel veel alternatieven die wel de mens respecteren, sociale cohesie, natuur, bewustzijn, ja. Hè, die worden ook nu ontwikkeld. Dus het is heel vroeg nog om daar iets over te zeggen. Ik denk dat beide zullen blijven bestaan in de toekomst. Maar dat mensen steeds meer gaan kiezen voor de holistische, de eerlijke oplossingen. Maar misschien is het niet alleen een kwestie van kiezen. Hè. Misschien moet je net als met bepaalde andere slechte gewoonten, hè, denk aan drugs, gewoon zo, dat als overheid daar ook actief op sturen om te zeggen, ja, dit is eigenlijk gewoon te gevaarlijk. En dat is nu, natuurlijk nu die discussie over die mobiele telefoon met kinderen. Nou, ik denk dat dat een voorbeeld daarvan is. En zo kun je ook, denk ik, naar AI gaan kijken. Van, nou, misschien moet je het gewoon gedoseerd op bepaalde momenten, in bepaalde contexten, maar niet zomaar overal beschikbaarheid daarvan. Ja. Nou ja, zoiets. Volgens mij hebben we de belangrijkste gedachten en argumenten even op tafel. Want we hebben ook een heleboel actueler nieuws dan deze toch wat grotere lijnen. Dus misschien om daar tijd voor in te ruimen, breek ik hem toch even hier af. De clusterbommen. Nou, ik dacht, we volgen de gang van Rutte. We gaan van Den Haag gaan we naar Vilnius. Dus we beginnen in het kleine Den Haag, dat hij achter zich heeft gelaten. En dan, nou, Juri is heel blij. Dan bespreken we de val van het kabinet. Je ziet het al aan zijn gezicht. Die heeft lopen feesten vorige week. Nou ja, ik vind het tijd voor een nieuwe generatie. Ja. Een nieuwe generatie? Politici. Ja, dus nou, dan ben je wel bediend deze week. Nou, Rutte weg, Kaag weg, Hoekstra weg, Roland Schouten weg. Ik zeg al ook in mijn lezingen al 10 jaar van, ik geloof meer in millennials, maar vooral Gen Z en Gen Alpha. Die eraan gelooft toch ook een beetje in jezelf, Juri? Ja, ook wel. Maar ik ben zelf, als ik mezelf probeer te beoordelen van ja, waar continu met innovatie bezig ben, zijn mijn waarden natuurlijk ook veranderd in lijn met de nieuwe generaties. Welke generatie ben jij van? Nou, ik voel me eigenlijk meer tussen Gen Z en Alpha in. Ah ja, dus ja. Je voelt je 20? Nou, ik voel me tussen 10 en 20. Ja. 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 Heb ik waarde. Maar om het ook toe te lichten, kijk. Voel maar je, tijdloos. En je bent, van welke generatie ben jij? Generatie X, dus 73. Ja. En ben 50 net geworden. En wat mijn feedback is, kijk, het is een technocratisch systeem, neoliberaal, prima, maar dat is eendimensionaal. Dat roep ik ook al 10 jaar. En er komen nu partijen en mensen denk ik aan bod die wat meer systemisch holistisch kijken, waarbij de mens en de natuur en bewustzijn een belangrijkere rol gaan krijgen naast het technocratische. Dus dat is mijn hoop. En ik denk dat het ook meer visionair gaat worden, dat hoef ik niet uit te leggen. Dat visie weer belangrijk wordt, dat purpose weer belangrijk wordt. Dat de luiken open gaan, dat er weer ruimte is voor wat nieuwe inzichten, frisse ideeën, nieuwe raamwerken, nieuwe theorieën. Uh-huh. Dus daar ben ik voor. Ja. Ik voel me ook opeens heel jong als ik dit zo hoor. Dat ben je toch ook, Jan? Maar dit is een daar houden we van natuurlijk bij Nieuws van de Week. Een beetje afstand, met enige afstand en perspectief het nieuws bespreken. Maar misschien toch even voordat we de holistische nieuwe vergezichten openen. Misschien toch even gaan kijken, wat is er gebeurd? Wat hebben we gezien deze week? Waarom is dit kabinet gevallen? Wat betekent dat voor de directe politieke situatie? Ik denk dat er toch ook veel kijkers zijn die het leuk vinden om jullie daar even over te horen. Dus misschien, Jelle, hoe heb jij, wat was jouw indruk? Ja, ik heb toch wel het idee dat Rutte een dossier gebruikt heeft, misbruikt. Gezinshereniging, migratiedossier, om eigenlijk de boel te laten klappen. Dus ik denk dat de eigenlijke klap veroorzaakt is door de BBB-stemmers. Nu zie je dus dat vooral het CU, ChristenUnie, poot stijf heeft gehouden vanwege die gezinshereniging. Wat mij betreft categoriefout, want het zou natuurlijk moeten gaan om Nederlandse gezinnen. En zij hebben het weer over gezinnen in de hele wereld. Maar goed, dat is ook opvatting, verschil tussen CU en wat ik zelf denk, maar zo consistent met wat ze hun kiezers beloofd hebben, denk ik. Ja, maar goed, daar kunnen we het ook heel lang over hebben. Maar het is een barmhartige Samaritaan, hè? Dat is een naaste liefde. Ja. Dus niet alleen maar de eigen groep, maar juist ook de vreemdeling. Het doet op zich niet af van je analyse, dat het misschien misbruikt is om Nederland is al heel groot, hoor. Dus om nou alles eigen te noemen, ik weet niet. Maar goed, nogmaals, politiek verschil. Ik denk in ieder geval dat Rutte het dus ook opportunistisch heeft laten klappen. Dus omdat hij geen draagvlak meer zag om zijn koers in de breedte uit te kunnen voeren. Hij loopt op allerlei dossiers muurvast. Dus de bouw, veroorzaakt door het stikstofprobleem trouwens. Het stikstofprobleem zelf, alle discussie daaromheen, duurzaamheid. Toeslagen. Ja. Sommige dingen heeft hij wel goed gedaan, vindt hij zelf althans. Daar heb ik ook wel kanttekening bij geplaatst hier. Maar je zou wel kunnen zeggen dat sommige dingen zijn echt gelukt. Bijvoorbeeld de pensioenherziening.
Maar ik denk ook financieel, economisch, hoeveel geld we uitgeven. De Raad van State heeft ons daar al over op de vingers getikt. In het bijzonder trouwens Kaag, extra sappig. Dus dat, er zijn echt wel wat probleemdossiers die op Rutte's bureau liggen. En volgens mij zag hij ook niet meer echt hoe hij daaruit kwam. Bovendien zijn eigen zelfbeeld was natuurlijk die van een neutrale probleemoplosser. Dus als je het archetypisch hebt over wat voor type leiderschap hij belichaamt. Ja, manager. Dan is het geen visie. We hebben gebruikt dat woord even. Ja, communicator ook. Hè? Ja, dat hoort daar ook bij. Het probleem oplossen is durven. Wat denk jij? Hoe zie jij het? Een vergaderaar. En ik denk dat de problemen nu zo groot geworden waren dat hij ook vanuit zijn probleemoplossende houding en leiderschap ook daar niet meer uit kon komen. Mm. Nou, dat heeft hij dus, nu heeft hij het laten ontploffen en hij vertrekt ook uit de politiek. En het viel mij direct op dat hij eigenlijk heel veel meeneemt ook daarin. Dus allerlei politici die ook zeggen van ik kandideer mij niet, ik ga hem niet opvolgen. Klaas Dijkhoff doet het niet. Dylan Jezel Geuts, die gaat er wel voor bij de VVD. Dat vond ik nog interessant. Mm. Dat is nog echt een wat rechtsere vrouw dan Rutte. Maar bij andere partijen is het echt wel even een herschikking van wat gaat er gebeuren. En in de media werd wel terecht gezegd, denk ik, dat Rutte erop rekent dat de andere partijen eigenlijk niet klaar zijn voor deze situatie. Dus bij de PvdA GroenLinks gaan ze nu samenwerken. Nou, op zich, het is niet mijn blok, maar ik denk dat het best verstandig kan zijn. Er zijn nog veel kiezers hè, in Nederland, dus potentieel echt wel boven de 20 zetels. Mm-hmm. Maar je ziet al direct onduidelijk, hè? Wordt het Abu Taleb, wordt het Timmermans, wordt het, wie wordt het, hè? Wordt toch, het Jesse Klaver toch misschien? En bij D66 ook onduidelijk wie leider is, de BBB staat nog niet helemaal klaar, Omtzigt houdt het nog in het midden wat hij gaat doen, CDA is vaag, dus ik denk dat Rutte ook wel handig in die zin deze crisis nu heeft veroorzaakt, dat hij weet dat de VVD dat heldere beeld heeft. Hij wist dat, denk ik, dat Dylan klaar stond. Ja, dus je denkt dat hij heeft zichzelf eigenlijk opgeofferd voor het lot van de VVD? Nou, dat niet. Nou, dat is op zich wel interessant. Hè? Dat, ik denk dat steeds hij zo gaat. Hè? Steeds werd eigenlijk gezegd. Ik denk dat hij er wel een doel mee heeft, maar daar gaan we het zo nog over hebben. Ja, nou, ik vind Rutte wel een vreemde figuur met zijn leugentjes en zijn smooth talk. Hmm. En zijn problemen oplossen in plaats van visies. Maar of hij nou zo opportunistisch aan zijn eigen agenda, denk ik, hij is ook wel larger than life, hoor. Ik denk wel dat hij echt kan kiezen tussen topposities in bovennationale netwerken. Dus dat hij daarop voorbereidt, dat is volgens mij met een man van zijn statuur. Ja, sorry hoor. Ik bedoel, je kan veel kritiek op het hebben, maar hij is een van de grote notabelen van Nederland straks. Dus die kan gewoon kiezen. Dus dat hij daar zijn kabinetje voor laat ploffen, dat is, ja. Vietje. Tuurlijk kan hij naar de NAVO, ja. Wat denk je nou? Even naar de andere stemmen aan tafel. Ja, dus ik was nu helemaal klaar, maar dus prima. Wat wilde je nog aan toevoegen? Dat ik denk dat het ook met het oog op het Nederlandse politieke veld interessant is dat hij nu vertrekt. Dat je dus heel goed ziet hoe getaxeerd, hoe hij dit, hoe ontzettend strategisch dit heeft gedaan. Ik zie, eerlijk waar, zie ik een heel reële kans dat we gewoon weer een VVD-D66-kabinet krijgen. Dat meer van hetzelfde is, maar dan met meer power voor het kabinet ten opzichte van de oppositie. Dat is een serieel scenario. Ja, hoewel ik ook wel zie, en Maurice de Hond die argumenteert dat ook wel goed, van er is veel onderstroom in Nederland om echt een alternatief in te brengen. Weg van het technocratisch neoliberalisme. Dat zie ik ook, dat hoop ik ook. Maar ik zie ook dat Rutte juist heel slim nu dit zo speelt. Ga ik toch even naar Ad? Hebben we een andere indruk? Ja, kunnen we even wat water nog doorzetten achter je? Ja, begin je. Ik zie het toch wel heel anders. Dat dacht ik al. Dacht ik even die opvattingen tegenover elkaar en dan kunnen we verder discussiëren. Ja, dus als ik gewoon even de geschiedenis op een rij zet, dan en dan met name dan de laatste week, vorige week vrijdag, was Rutte nog heel monter. Ook zag hij zichzelf ook nog wel als een kandidaat. Ik denk dat hij à la Jelle heeft gedacht. Ik denk dat hij à la Jelle heeft gedacht dit is het moment. BBB is nog niet helemaal op orde. In mijn eigen gelederen wordt mij het asielbeleid en sowieso de hele migratieproblematiek heel zwaar aangerekend. Dat was ook op het congres duidelijk geworden. Dus hij stond van binnenuit onder druk. En ik denk, nou, dat kaap ik weg.
Ik kan dan tegelijkertijd me van een aantal lastige dossiers bevrijden waar niet echt heel veel schot in zit. Ik heb mijn geloofwaardigheid terug bij mijn eigen achterban, want ik laat het op dit dossier sneuvelen. En dat is bij de VVD-stemmer toch een belangrijk thema. Ik bedoel, migratie is natuurlijk totaal uit de hand gelopen onder Rutte. Dus dat kun je gewoon allemaal alle grafieken zien. Hè. Met vorig jaar natuurlijk een record aantal migranten en een netto overschot van 205 of 10.000 of zo. Vertrekken ook veel mensen weer, hè? Ook Nederlanders. Dus je ziet, dat thema is echt, staat hoog op de agenda. Dus hij heeft dat, denk ik, opportunistisch gedaan. Ik voel strategisch. Hem ja, maar waar hij niet op heeft gerekend, in mijn ogen, is wat er dat weekend losbarstte. Motie van wantrouwen. Ja, ja. En dat zou betekenen namelijk dat hij maandag het veld had moeten ruimen. Dat is eigenlijk nog nooit eerder vertoond. Hè. Het kabinet had in... dat is zijn ontslag heeft aangeboden. Vervolgens de premier wordt verwijderd. Maar dat was dus nog een motie van wantrouwen die waarschijnlijk door D66 of die door D66 zou zijn gesteund. Dan zou Kaag de nieuwe minister-president zijn geworden. Natuurlijk van het, voor een periode van een half jaar. Hè, van, demissionair, maar toch? Demissionaire minister-president. Ja. En een enorme gezichtsverlies voor Rutte. Die gewoon eigenlijk wordt afgeserveerd voor het oog van de wereld. Ja, maar het is niet gebeurd, hè? Even... Nee. Omdat hij zijn vertrek, hij zijn vertrek heeft aangegeven. Hij zag natuurlijk, dit was hij helemaal niet van plan. Dus hij heeft, denk ik zelf, onderkend van dit is voor de VVD een verschrikking, maar ook voor mezelf. Want ik ben dan gewoon eigenlijk het kop van Jut geworden. Dus dat is ook een... En ik denk dat hij dat ook heel pijnlijk vond. Ik denk ook dat hem dat echt heeft aangegrepen. Dus dat hij dat ook echt, dat hij er toen ook, dat hij het ook zat was. Maar de roddel was dat hij door Kaag of door iemand anders... Ja, Jesse Klaver, hè? Jesse Klaver, zeg maar. Maar ik denk wel, ik keek er vooral van op dat hij vrijdag nog zo monter was. En eigenlijk, Rutte zoals je hem kent, hij had best wel zin in het nieuwe... en dat in dat weekend, dat hij realiseerde, maar wacht even, ze gaan me nu gewoon pakken. Maar dat zeg je zolang je niet zeker weet of je op gaat stappen, zeg je altijd, ik heb er nog zin in en ik ga door. Nee, maar het was ook een soort stemming die had. Ik vond het echt... Jij geloofde wel wat hij zei. Ik denk dat van binnenuit, dat hij vanuit de VVD ook wel het horen heeft gekregen van, nou Mark, moet je dat nou nog wel een keer doen? En dat vervolgens aan de buitenkant, dus hij merkte dat zijn draagvlak op was. Dat is mijn idee. En dat toen een hele pijnlijke beslissing is geweest. Wat de toekomst betreft, weet ik het niet, eerlijk gezegd. Er zit natuurlijk wel iets raars aan Mark Rutte. Die dan met zijn oude saap naar de koning gaat en om het ontslag van zijn kabinet aan te bieden. Dus die man is op een bepaalde manier helemaal niet op uiterlijke status gebrand. Dan kan hij zeggen, heeft hij dat natuurlijk wel als minister-president. En tegelijkertijd blijft hij dan heel die periode lesgeven als leraar, maatschappijleer, op donderdagochtend geloof ik, op een school. Op een mbo notabene. Mbo. Dus belde iedere dag met zijn moeder en zijn ouders. Die deed ook heel lang zijn was nog. Dus hij heeft ook iets van die intimiteit of die gezelligheid. Ja. Die gewoon op zijn fietsje in Den Haag. Zit zo'n man te wachten op een jet-set leven? Hij kon nu altijd terug naar Den Haag in die veilige... en dan hup, weer naar school toe. Ja, jongens, ik moet terug. Leven want je naar. Ik moet terug vanuit de NAVO-top. Want ik wil nog wel lesgeven. Maar dat is natuurlijk... dat is een basis voor die man. Dus ik sluit niet uit... Ik denk ook dat hij naar de NAVO gaat of zo. Hè, even voor de duidelijkheid, maar... Maar er zit iets raars in die man. Ja. En dat heeft te maken met een soort verworteling.
Ik denk ook echt dat hij gewoon zichzelf zag als iemand die op de winkel paste, die het zo goed mogelijk deed. En ik bedoel, dat gebrek aan visie heeft ons allemaal enorm opgebroken. Hè. Maar ik heb hem ook echt in tijdens Pars Plus meegemaakt, heb ik ook wel eens gezegd, geloof ik. Dat hij me opbelde en zei, ja, we moeten echt iets doen aan het probleem van managers in het onderwijs. Dat gaat helemaal niet goed. En kun jij wat... daar was hij echt mee begaan. Ja, ik bedoel, ik heb in mijn boek ook behoorlijk kritiek op hem. Laat dat ook helder zijn. Hè? Maar er zit iets oprechts in hem. Iets zeg ik. Ik denk ook dat hij wel glad is en dingen wel heel makkelijk met de mantel van liefde wil bedekken. Maar of die. Ik denk wel dat hij toch een knauw heeft gekregen, eerlijk gezegd. Ja, dat is mijn gevoel. Dat hij niet. Zo vind ik hem psychologisch altijd wel heel tevreden, ja. Lacherig. Zelftevreden. Er zit niet veel twijfel bij. Terwijl als je dan. Hey, dat duidt dit, anders. Zoals jij hem nu interpreteert, inderdaad, ik kan me ook voorstellen dat als het echt tot hem doordrong, dat het heel heftig moet zijn geweest dit weekend. Een mooie radicale interpretatie van wat er gebeurd is. Maar hij heeft natuurlijk zoveel kritiek voor de kiezer gekregen de afgelopen jaren. En steeds. Ja, maar hij is nu ook kon de Teflon-premier. Nu kon het niet meer. Ja, wat ik. Ik breng het toch zelf maar even in. Want ik heb het ook nog niet. Ik hoor het jullie niet zeggen. En ik heb het in de media ook nog niet gelezen. Maar wat ik erg verfrissend. Het ging erg over van wie is die man nou? En dan kwamen allerlei conspiracy theories. Van dat is een gecreëerd iemand en zo. Wat ik zo verfrissend vind aan Rutte. Is zijn manier van verantwoordelijkheid nemen. Is niet persoonlijk. Dus hij is niet. Hij piept niet over hoe hij zich voelt. Hij is altijd vrolijk. Maar het gaat hem ook niet in zijn macht of in zijn status, gaat het hem niet om zijn persoon. Niet ik hou hiervan of ik hou hiervan. We weten eigenlijk op een paar dingen die hij noemt. Ja. Dat is natuurlijk van 13 jaar premierschap. Is dat natuurlijk een hele... Nou, hij is geboren, hij was premier en hij ging dood. Ja, maar, dat is, een... maar ik denk dat als je het hebt over zijn verantwoordelijkheidsgevoel, ja. Dan is dat dus ook een manier van verantwoordelijkheid nemen waarbij hij dus ook niet aandacht vraagt voor zijn gevoel. Dat is ook een kracht. Ja, je hoort ook wel dat hij in de persoonlijke omgang juist heel driftig ook kan zijn. En, nou ja, dat wel. Ja, maar dus, dat is ook niet maar naar buiten toe. Dat is ook een andere vorm van emotionaliteit. Hè? Dat is een vurigheid. Ik zit er een beetje tussenin. Kijk, ik deel jouw analyse, hè, wat hij ervoor zijn geld heeft gekozen. Hij stond onder druk, emotie van wantrouwen. Ik denk dat het zo gegaan is. En hij heeft natuurlijk zijn hand overspeeld die woensdag door zeg maar, de boel op scherp te zetten. Heeft hij denk ik verkeerd ingeschat. Ja. Dat dat niet bewust is. Ik denk dat het gewoon een fout is geweest. Waar gaan we naartoe? Jaren 70 links, PvdA. Jaren 80 Lubbers, CDA. 90, nou ja, paars, laten we zeggen, PvdA. D66, daarna CDA. Toen VVD. Als je het even als een cyclus ziet... gaan we denk ik nu weer wat meer naar het midden toe. Ik denk, laten we zeggen, het CDA, natuurlijk niet het CDA. Ah, Volkspartij. De nieuwe CDA is natuurlijk BBB op dit moment. Ja, of Omtzigt. Of het CDA met Omtzigt. Precies. Nog een optie is? Dus ik denk, ik voorspel dat we 22 november iets minder rechts worden, wat we iets meer naar het midden gaan. Dat verwacht ik. Als je het historisch bekijkt. Rutte zelf, nou ja... Dat is de vraag of het nog in termen van links en rechts is te duiden. Of dat je zegt van nou, we krijgen toch iets meer een conservatievere agenda. In plaats van de, laten we zeggen, de progressieve lijn die de afgelopen 10 jaar heeft bestaan. Ik bedoel, het zou je ook kunnen zien, hè? Dus wordt het niet een iets conservatiever verhaal. Maar ja... Ik weet het niet. Ik denk dat wat mijn hoop is, maar ik weet niet of dat gaat gebeuren, is dat er wat meer visionair beleid komt. Met lange termijn. Van oké, we werken naartoe met z'n allen. En... Maar het interessante is, dan kun je ook juist conservatief noemen. Ja, dan kun je ook conservatief. Dus het is niet per se progressief. Dan gaat het meer om, bijvoorbeeld, hebben we als Nederland een technologieagenda? Dat hebben we nu niet. Dus sowieso hebben we niet echt een economische agenda. Maar dat kan juist voor de toekomst en voor innovatieklimaat goed zijn. En tegelijk zou ik zeggen, het is wat conservatief, omdat je zegt, je gaat als Nederland een bepaalde koers durven varen. Je denkt meer vanuit nationaal belang. Ja, en dat komt niet op in het hoofd van een VVD, D66-kabinet. Die willen aansluiten op nationale agenda's. Dat is inderdaad een aspect. Ik denk dat dat meer in balans zal komen. Maar ik denk dat met name... Kijk, er was een heel mooi artikel van Mathieu Zegers over het kabinet bij Groen Amsterdam een jaar of 3 geleden. Maar aanraden, hij zegt, het is alleen maar reactief beleid. Alleen maar reageren op allerlei problemen en pragmatisme. Dus dat zal doorbroken worden, hoop ik. En of het nou links of rechts is, dat doet er minder toe. Maar dan krijg je nog meer proactief beleid vanuit visie, vanuit systemische analyses. Dat komt daar nu ruimte voor komt.
Ja, welke partijen gaan dat trekken? Ja, dat is de vraag. Op dit moment zou ik het niet weten, maar die kant moeten we wel op. Ja, ja, maar dat betekent wat ik in mijn boek noemde architectonische opdrachten. Dus als je veel meer vanuit de architectuur van een land kijkt, van hoe hangen de verschillende onderdelen met elkaar samen? Wat is belangrijk? En toch weer het idee, toch, en dat is een iets meer de conservatieve inslag, denk ik. En toch een idee van het goede leven of zo. Maar Rutte en verantwoordelijkheid, laten we eerlijk zijn, dat klopt natuurlijk niet helemaal wat je net zei, vind ik. Want had hij al verantwoordelijkheid kunnen nemen bij de toeslagenaffaire, was al rampzalig genoeg, en daarna nog Groningen. Dus ja, hoe hij daarmee om is gegaan, vind ik niet helemaal Ja, hij moet geen corona-enquête nemen, dan ben je dus niet bereid om institutioneel in de spiegel te kijken en tegen kritiek te organiseren. Er is bij Rutte een soort dubbele lijn. Dus is een lijn dat het niet dat de manier waarop hij verantwoordelijkheid niet persoonlijk is. Dus het is een soort van het gaat hem niet aan. Hij doet inderdaad in die zin wat er dan voor het land nodig is. Alleen de manier waarop hij dat doet, en dat zou de tweede poot van mijn analyse zijn, is dat hij dat op een hele... hij gebruikt zijn intelligentie slinks. Dus hij kijkt gewoon welk verhaal past. Hij kijkt waar hij mee wegkomt. En hij kijkt niet met wat hij wil bereiken. En daar zit denk ik het verwijt dat jij maakt. Van, hij neemt niet verantwoordelijkheid. Nou ja, ik denk dat hij op persoonlijk niveau, dat hij eigenlijk van weinig mensen steun nodig heeft. Dat hij het gewoon oppakt. Dat is zijn verantwoordelijkheidsbesef, denk ik. En dat, die andere poten van is dat slinkse. Dat ben ik helemaal met je eens. In die zin misschien ook nog wel, want we hebben nu... Ja, maar als je, dat doe je toch ook om zelf te overleven, hè? Ja. Dat is toch, en dat wel het idee te hebben, ik ben wel degene die dat moet doen. Ja, ja. Die dat moet doen. Maar dan komt die combinatie van die twee. Ja. Ja, die, zeker. Dus daar zit altijd in heel die dialectiek. Dus ja, Hegel heeft daar zo'n mooie analyse van in de verkeerde wereld. En vreemde wereld. Dus degene die zegt dat hij zich voor de staatsbemoeienis inzet, die doet dat helemaal vanuit de toewijding daarop. Hè? En dat is een beetje waar je neerzet. Maar de andere kant is dat je daardoor wel in die positie blijft. Dat je ook dingen gaat doen die rechtvaardigen. Want ja, jij doet het voor het land. Weet je wel? Dus het is ook een mechanisme waarin je ook je eigen, laten we zeggen, gluiperigheid op allerlei manieren kunt rechtvaardigen. Ik zeg niet dat Rutte dat per se is. Maar toch op allerlei manieren kunt rechtvaardigen. En zeggen ja, want het ging hem uiteindelijk om de... dat zal Poetin ook beweren. Hè? Gaan we om Rusland. Ja, nee, het Akkermans. Doctrinezier Akkermans momentje. Dat zit er wel in. Ja. Hey, nog twee thema's. Jij begon over de toekomst, Juri. Dat is nog niet helemaal uitgediscussieerd. Maar ik denk dat het ook wel interessant is om heel even stil te staan bij de erfenis van Rutte. Tenminste, als jullie dat willen. En het thema zelf waarop het nou geklapt is, migratie. En of dat niet ook in die toekomst, dus als we iets meer inhoudelijk gaan kijken naar de aanstaande verkiezingen. Is het nou terecht dat het op dat thema klapt? Dus die twee balletjes wil ik toch ook nog wel even. Dus hoe laat Rutte het land nou achter? He, dus de manier waarop hebben we uitgebreid besproken. De toekomst die jullie voor je zien hebben we al gestipt. Ja, kijk, dit hangt natuurlijk ook samen met de hele architectuur van Europa. Met de hele geopolitieke situatie. Maar het is duidelijk. De mate van migratie zoals we die de laatste jaren ondergaan, is gewoon niet volhoudbaar. Dat is dus op allerlei manieren niet, maar zeker niet binnen de huidige condities. Je ziet dat we nu al een enorme problematiek rond huisvesting hebben. Ik heb daar in mijn eigen gezin ook voorbeelden van. Heel lastig voor jongeren om nog aan iets te komen. En dan komen er, zoals vorig jaar, ja, met zowel asielzoekers als een grote migratiebeweging. Ja, dat los je dus niet op. Hè? Dat heeft Hugo de Jong nu ook gezegd. Van, ja, je valt niet tegen op te bouwen. Hè? Dus dat is het eerste. Tweede is, we hebben grote problemen in het onderwijs. Dat heb ik natuurlijk al heel vaak benadrukt. Dat is waar je de toekomst van een land natuurlijk primair op draait. Hè? Gewoon de kwaliteit daarvan. Daarom is het ook, hoort het bij modernisering dat je onderwijs op orde hebt. Nou, wij kachelen gewoon achteruit. We hebben op allerlei niveaus leraren tekorten. 25% functioneel analfabeten. Dat is alleen maar gegroeid. Ja, weer een lading migrantenkinderen en vluchtelingen zet dat systeem weer verder onder druk.
En ook dat, daar gaan we gewoon een prijs voor betalen. We hebben de jeugdzorg, een enorme problematiek. Nou, er is ook onderzoek. Hè, asielkinderen en asielzoekers maken veel meer gebruik van geestelijke gezondheidszorg. Heel begrijpelijk, hè? Men zijn getraumatiseerd. Dus, maar het is denk ik. Langzaam beginnen we in Nederland. En dat is niet alleen in Nederland. Hè, we zien het in Frankrijk ook. Beginnen we te zien gewoon hoe onze eigen samenleving eigenlijk innerlijk verzwakt. Hè. Dat is wat ik die porositeit ook noem. Dus het poreus worden op allerlei manieren. En ik denk dat steeds meer mensen ook voelen. En de overheid heeft daar geen grip meer op. Dat valt niet alleen aan Rutte te verwijten. Maar hij is wel degene geweest die 13 jaar lang aan het roer heeft gestaan. En als je het bijvoorbeeld hebt over het niet functioneren van een aantal publieke sectoren, bijvoorbeeld onderwijs, maar ook geldt ook voor een deel van de gezondheidszorg, geldt ook voor de jeugdzorg, dan zijn dat wel uitvloeiselen van een structuur waarin hij deels al werkte. Dus heel die overheid die met nieuw public management is ingericht. Ik had een mooi gesprek met Arno Visser van de Rekenkamer hier. En die dat alleen maar bevestigde. Miljarden die uitgegeven worden waarvan wij niet meer weten hoe het geld besteed wordt. Maar ook met allerlei perverse prikkels. Wat hier ook al regelmatig aan de orde is geweest. Ja, die hele interne organisatie van die overheid, die begint in de jaren 80, 90. Maar Rutte heeft er niks fundamenteels aan veranderd. Hij heeft het op bepaalde manieren nog verergerd. De overheid heel erg langs marktachtige lijnen ingericht. Ook de departementen zelf. Ook het witlakken van. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Ja, om hier nog klein. Maar even afmaken. Dus we hebben een systeem gecreëerd waarin eigenlijk de wijsheid en ook van de overheid gewoon niet goed meer aanwezig is. En Rutte heeft dat laten bestaan, heeft niet het vermogen gehad om dat open te breken. Sterker nog, hij heeft het versterkt of nog erger gemaakt op onderdelen. En ja, waar we nu voor staan, en daarom, ik sluit wel aan bij Juri, we moeten echt naar een hele fundamentele wijziging van de organisatie van onze overheid. Dat is de echte systeemverandering. En dat geldt eigenlijk op heel veel terreinen. Alles loopt vast. Dus dat is de. Ja, regeren is vooruitzien. Even een verdiepende vraag op wat jij. Want ik kan me voorstellen als hier iemand met een wat minder conservatieve voorkeur zeg maar, zou zitten, die zou misschien wel zeggen, ja, je benoemt het lerarentekort, je benoemt tekorten in de zorg, je benoemt eigenlijk allerlei sectoren waar het slecht gaat. Zou er niet juist. Want er is een hele, ook die denktank van Barbara Baarsma en zo. Mm-hmm. Er zijn hele lijnen die zeggen, ja, migratie is de oplossing, zowel economisch als ook voor allerlei tekorten. Ik denk dat het argument daartegen deels ook cultureel is. Maar dat is ook cultureel. Want hè, hoe lang duurt het voordat iemand is geïntegreerd en hoeveel moet je erin investeren? En er zijn natuurlijk ook rekensommen gemaakt waarin het nog maar de vraag is of we netto positief uitkomen. Voor al die taken waar je het over hebt, in eerste instantie heb je gewoon extra mankracht nodig. Dus dat is niet. Je kunt iedereen zomaar aan het werk zetten. Dus zeker bij asiel, mensen moeten integreren. Ze hebben kinderen, gezinshereniging. Je hebt huisvesting nodig. Dus het is niet zo dat je. Je hebt allemaal werkkrachten. Dat is een veel te simpele voorstelling van zaken. En dan hebben we meteen leraren. Nee, want die mensen worden niet meteen leraar. Dat zijn gewoon hele abstracte noties. En op lange termijn weten we gewoon, we zullen moeten leven met een vergrijzende aarde. Dus niet alleen een vergrijzend Nederland, een vergrijzende aarde. Dat is alleen Afrika heb je nog een substantieel geboorteoverschot. Maar eigenlijk zien we al dat er sprake is van een mondiale krimp. Waarom het nu nog groeit, is omdat mensen lang leven. Omdat we met die bulk te maken hebben nog de komende 20, 30 jaar. Maar je ziet eigenlijk al dat de aarde als geheel aan het vergrijzen is. En het idee van, we halen dat binnen, is echt een heel kortzichtige oplossing. Een beetje koloniaal misschien ook wel. Ook nog koloniaal, ja. Dan kunnen wij de zorgmedewerkers kunnen we importeren. En die kunnen de billen van opa en oma afromen. Nou, dank je dat je daar nog even op reageerde. Jij wilde al eerder iets zeggen, maar ik kom de brakken nog uit.
Nou, in aanvulling, wat is nou de erfenis van Rutte? Nou, misschien wel denken in termen van geld, maar niet per se economisch. Dus bij heel veel problemen denkt Rutte en denken mensen in het bestuur in Nederland volgens mij, nou, gooi er een zak geld heen. Ook het migratievraagstuk, het onderwijsvraagstuk. Terwijl het gaat natuurlijk veel meer om een bepaald vormingsideaal dat je hebt. Dat is misschien ook wel de gedeelde noemer tussen veel dossierproblemen. Je moet natuurlijk inzet hebben en een bepaald idee om dingen te creëren. Dus neem bijvoorbeeld, wat is nou bijvoorbeeld onze start-up ecologie? Of hoe denken we over technologische innovatie in Nederland? Of hoe denken we over verduurzaming van de economie? Nou, volgens mij vooral geven we heel veel geld aan uit. Maar dat is niet, de werkt niet genoeg. Dat ja, is zakken niet, met geld, dat zagen bij corona ook. Dus je hebt ook een economie- en cultuuragenda nodig. Dus één klein voorbeeld. In de tijd van Rutte zijn eigenlijk de allergrootste bedrijven in Nederland vertrokken. Shell is weg, Unilever is weg. Volgens mij is dat chemieconcern, DSM is weg. Dus hij is helemaal geen vriend van het grote bedrijfsleven geweest. Maar waar heeft dat mee te maken? Nou, misschien dat zij gewoon hun bonen tellen, maar misschien ook dat hij dus op de een of andere manier niet in geslaagd is om een aantrekkelijke manier van economie in te richten. MKB. Heel veel MKB'ers weet ik via beroepsverenigingen, verschillende beroepsverenigingen waar ik contact mee heb. Die zeggen eigenlijk van, we voelen ons totaal niet gekend door het ministerie van Economische Zaken. We hebben geen toegang meer tot de ministeries. En heel veel bedrijven, inclusief de allergrootste ASML, die zijn natuurlijk uiteindelijk afhankelijk van, nou ja, een vlechtwerk, een mikado-spel van bedrijven van, 100, 200 man personeel, valt eigenlijk nog bij de MKB's, nog redelijk wendbare organisaties. En dat zijn nog de grotere. Iets kleinere bedrijven, tussen de 10 en 50 man, dat is nog steeds groot. De meeste mensen zijn natuurlijk gewoon eenmanszaak of twee of drie. Die voelen zich niet gekend. Nou, waarin bijvoorbeeld niet? Nou, dat het heel moeilijk is om te innoveren, om te procederen, om dingen te organiseren, om met je personeel om te gaan, om personeel te werven. Nou, Rutte heeft het totaal niet aantrekkelijker gemaakt om economisch creatief te zijn. Terwijl, dat is dus de paradox van zijn erfenis, vind ik wel. Dus hij denkt wel in termen van geld, smijt ook wel met geld. Wel enorm veel geld uitgegeven, ook in de Rutte-tijdperken. Vooral in het laatste Rutte 4, maar ook in 3 en 2. Volgens mij was de eerste nog wat zuiniger. Maar het is niet dat hij economisch integraal denkt. En dat is wel het paradoxale. Dus hem kleeft een soort beeld aan van een manager van managers. Maar een specifiek soort, hoor. Het is geen ondernemer. Zo simpel is het. Het is geen ondernemer. Maar ik wil even ingaan op jouw punt van migratie en vergrijzing. Hè? En dat we koppelen aan technologie. We hebben natuurlijk enorme tekorten in Nederland. De zorg, 400.000 over een aantal jaar, onderwijs, nou, dus grote getallen. De standaard repliek is, nou, moeten we mensen van buiten naar binnen halen, begrijp ik. Maar ik zeg dan, nee, dat zie je het voorgaande gesprek. Laten we ook kijken naar technologie. Dan heb je gewoon veel minder mensen nodig in de zorg. En alle plekken waar nu gaten vallen de komende 20 jaar, door de vergrijzing en de ontgroening. Dus arbeidsmigratie, prima, maar denk ik, van, dan moet je veel selectiever zijn van, waar heb je hoogwaardige arbeid in plaats van alleen maar laagwaardige arbeid? Ik denk dat we daar ook naar moeten kijken. Dus meer kijken naar, wat is de fit? Ook economisch, cultureel, maar gewoon een holistische fit. Dat doen we niet. Dat doen ze wel in Canada, in Denemarken, Australië, et cetera. Mm-hmm. Waarom nemen we dat niet over? Dus maar jij gelooft echt dat bijvoorbeeld in de zorg technologische innovaties boven absoluut het troetelhondje echt enorm veel dat gebeurt wel. Banen gaan invullen? Dat gebeurt al. In China, in Japan, zorgrobot, et cetera. Maar de capaciteit van die robots gaat heel erg toenemen. Dus. Nou ja, maar het is ook bureaucratie, hè? Het is ook een wegwerken van bureaucratie. Ik bedoel, als je kijkt. Ook, ja, op die lagen, ja. Ja, als je kijkt, HBO's, hè, nog maar een 25% of 30% van het geld puur naar onderwijs gehad van hun budget. Dus er wordt heel veel wordt er aan andere activiteiten besteed. Ja. Maar je bedoelt, robots kunnen dat gaan doen dan, die bureaucratie? Of, Nee, maar dat is een van de theses van Joeri. Dat een deel van de bureaucratie kun je wegwerken. Ja, en de erfenis van Rutte, nou ja, we hebben natuurlijk heel veel dingen ook goed gedaan, laten we even eerlijk zijn. Maar kijk, het punt is, als jij er is behoefte aan verbindend, authentiek, geloofwaardig, visionair leiderschap. Dat is mijn mening. Dat is al 10 jaar zo. Nou, authentiek betekent niet liegen. Nou, wat gebeurt er nu? Ja, ik heb geen actieve herinnering aan. Ik hoor dat continu in de publieke ruimte de afgelopen jaren. Ja. Dat is een probleem.
Dus gewoon het belangrijkste van leiderschap is een goed voorbeeld geven. Echt doorgecijpeld. Hè? Het is gewoon helemaal de individualisering en het liegen is gewoon nu gelegitimeerd. Ja. Dat blijft me zorgen. Dat klopt gewoon niet meer. Ja. Hey, ik wil heel graag ook nog even naar de Oekraïne toe zometeen. Maar een van de elementen die rond het optrekken of het opstappen van Rutte toch wel opvallend is, is dat ook Sigrid Kaag nu zich niet langer verkiesbaar gesteld heeft. Heeft iemand een van jullie daar nog behoefte om daar nog even op te reflecteren? Nou, ik ben er niet heel rauwig om. Nee? Nee. Ik ben er niet heel rauwig om, nee. Nee. Maar dat... Misschien een wat dieper voorzetje, omdat je in de... Dat is ook weer heel erg gepolariseerd. Misschien is het ook niet goed dat ik af en toe Twitter open. Dat er heel erg wordt gereageerd dat ze dus bedreigd is en dat ze daarom heeft moeten opstappen. Ja. Dat het grote drama is waarin er toch wel... En aan de andere kant wordt er dan gezegd... Ze is bedreigd omdat ze verschrikkelijk beleid gevoerd heeft. En het is ook maar terecht dat ze bedreigd wordt. En het had nog veel erger gemoeten. Maar er zit natuurlijk ergens iets in die figuur van zowel Rutte... We kunnen toch gewoon ook zeggen dat de grote verwachtingen over vrouwelijk leiderschap... Hè, waarmee zij zichzelf eigenlijk naar voren schoof... Hè, daar moet je altijd heel erg mee oppassen wanneer je jezelf zo naar voren schuift... Die zijn toch gewoon mislukt. Men is toch bedrogen uitgekomen. Dat was toch een... Denk aan heel de deceptie die we hebben gezien rond functie elders. Het is al het begin van het kabinet, of überhaupt de formatiefase... zag je dat zij ook natuurlijk deze 60... Leek de nieuwe partij te zijn die het over ging nemen. Maar zij heeft dat natuurlijk totaal niet waargemaakt. Daar begint het toch al. Ja. En het gebrek aan vakmanschap ook dat ze etaleerde. Het is echt ongelooflijk. Ze had het altijd over dingen als Kitty Kotti, duurzaamheid, inclusiviteit. Maar nooit als minister van Financiën. Ja. Wat weten we er nou van? Ja, dat ze op de vingers getikt is dat ze de boel niet op orde had. Door de Raad van State. Dus... Het was een heel ideologisch bevlogen, authentieke vrouw, maar wel op een heel abstract niveau. Terwijl je zou denken toen ze binnenkwam, een topdiplomaat terug naar Nederland, die zal wel weten hoe ze moet handelen. Die zal wel vingervlug zijn, die zal wel daadkracht hebben. Maar blijkt iemand die op abstract ideologisch niveau met media bezig was. En ook haar aftreden vind ik weer heel erg geanceneerd overkomen. Ja. Ze gebruikt eigenlijk die bedreiging om... Ik snap het ook wel. Ik moet ook wel eerlijk toegeven dat als bij mij bij wijze van spreken door de brievenbus de poep-enveloppen naar binnen zouden vallen... En de familie zou zich bedreigd voelen, dan zou ik het ook heel lastig vinden om mijn werk te blijven. Dus ik snap het wel. En zij is echt bedreigd. Dus ik snap het helemaal dat een reden is om ermee te stoppen. Het is trouwens wel opvallend dat heel veel politici nu niet doorgaan omdat ze terug willen zijn bij hun familie. Maar bij haar, ik snap het echt wel. Maar ze is toch ook gewoon qua minister. Wat is er nou precies gelukt? Het is niet uit de verf gekomen. Ze gebruikt het ook als excuus. Ik zie het ietsje anders. Kijk, het is natuurlijk verschrikkelijk dat iemand zo bedreigd werd. Dat moet gewoon stoppen. Weet je? Dat zal ook in de 10 jaar komen. Daar zijn we het ook allemaal over eens. Ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Dus, dat fout. Dat hebben we bij College Tour gezien en dat was natuurlijk dramatisch. Dus ik snap haar keuze. Ik had hogere verwachtingen van haar aan het begin. Ik dacht wel van, ja, ze is heel top-down qua achtergrond. Hè, dus ja, heel erg, ja, weinig bottom-up, bottom-up ervaring, laat ik het zo zeggen. Dus de onderstroom, de vraag is of ze dat heel erg goed aan heeft gevoeld, qua waarde. Ik denk het niet. Het kan denk ik beter. Ik denk dat de thematiek op zich relevant vanuit mijn koken, hè, de sociale cohesie, natuur, et cetera, is allemaal goed. Alleen dat had al veel eerder moeten gebeuren natuurlijk, maar ik miste een beetje dat nieuwe bestuurscultuur, dat nieuwe leiderschap. Dat heb ik gemist, want het was vrij toch net technocratisch. Maar zo heeft ze zichzelf juist neergezet. We gaan anders doen. Dat vind ik jammer. Anders dan Rutte. Ja, en, niet gelukkig. Ja, wat je zag is er eigenlijk meteen al een schaakspel. Tot en met nu de val van Rutte toe, hè? Kennelijk. Waar ook geschaakt is. Dus ja, als je jezelf zo moreel verheven neerzet, dan moet je wel oppassen. En ik ben het ook met Jelle eens, hoor. Dus, ze heeft natuurlijk ook niet zo gek veel gepresteerd. Een belastingdienst zit nu in diep in de problemen. Terwijl je denkt, ja, we moeten,
we moeten het hebben over de stabiliteit van ons hele financiële systeem. Maar je zag geen minister van Financiën in dat opzicht. Dus, En in die zin is het ook niet, juist niet integer dat ze nu opstapt. Hè? Want je kunt ook zeggen, ze is nu flink ingewerkt in dit dossier. Financiën, gecombineerd met haar progressieve ideologie. Dus ze weet er nu veel vanaf. Dat zou haar als politica enorm ten goede kunnen komen in de komende jaren in andere functies. Maar ze vertrekt gewoon weer. Ja, is natuurlijk ook wel zoiets als domeinspecifieke kennis waar je echt wat aan hebt. Dus zij heeft nu al die instituten van binnen wel gezien, maar ze vertrekt gewoon. Dus dat is ook door die dreigement, ik denk dat het gewoon eerlijk is. Er zijn beroepspolitici die veel te lang in de politiek blijven. Ik vind dat bijvoorbeeld wel bij Geert Wilders inmiddels een vraag. Er zijn er ook zeker bij het CDA en de PvdA, ook zo'n Timmermans die nu overweegt volgens mij om lijsttrekker te worden. Die zit al zijn hele leven lang in die instituties. Maar, oh my god. Maar om er nou na anderhalf jaar al eruit te stappen, dan denk ik ook, ja, wat... Dat argument kun je wel een soort jobhoppen. Als je enerzijds zegt van ze heeft het niet in de vingers, het is een puinhoop op financiën, dan kun je niet anderzijds zeggen, nou, ze heeft het... Er gaan wat zaken mis. Goed, het is paradox. Dat kan ook een reden zijn om op te stappen. Maar dat ze dan dat slachtofferschap zo toch ook wel extra benadrukt en aantrekt. Ja. Als ook de, ja, dan, je kunt ook gewoon zeggen, het is niet geworden. Het is wel opvallend, maar hoeveel agressie ze oproept. En ik vraag me ook wel eens af, zou ze nou zelf doorhebben waar het mee samenhangt? Nou, als je de reacties ziet zeg maar in de linkse bubbel, die ik probeer op Twitter beide bubbels te volgen, dus ook de extreem linkse bubbel, dan is het echt van... Hoef je toch wel extreem, de voorschat van te lezen? Dit vind ik ook weer flauw, maar ja. Maar in die, dus wat ze daar zeggen is dat extreemrechtse wappies een fantastisch veelbelovend politica hebben weggepest. Dat is de... Zo kun je natuurlijk van alle kritiek ondoen, hè? Dus even, ja, ik was veelbelovend, dus iemand wordt weggepest. Ja. Maar ik heb wel vrij veel mensen die zich wat storen aan Kaag. En dat zijn niet per se rechtsradicalen. En dat heeft wel iets te maken met een soort hautaine houding die ze heeft. En een soort superieure hautaine houding. Maar dat komt door haar achtergrond. Dat kan je niet kwalijk nemen. Dat is haar conditionering. Hè, daar kun je keuzes in maken. Hè. Ik bedoel, Bolkestein die had ook een hele uitgesproken achtergrond. Maar die bracht dat op een manier. Eens. Daar zit het hem niet alleen in. Nee, het is een soort alsof je ook de leegte daarachter voelt. Een soort attitude van, hotel, kan niet anders. Dat riep in ieder geval bij heel veel mensen, denk ik, ook echt weerstand op. Dus wantrouwen, van arrogant. En daar zit denk ik wel een kern van waarheid in. Dus die agressie komt niet alleen maar van buiten, maar dat heeft echt met die interactie te maken van, oh, dus de arrogantie van de Randstad of zo, de arrogantie van een bepaald type hoogopgeleide vrouwen die hautain worden. Maar ik denk zoiets. Ik hoor wat je zegt, ik ga daar voor een deel in mee. Ik denk ook dat het voor een deel, dat zie je ook in Nederland wel in bredere zin, er is gewoon moeite met vrouwelijk leiderschap. Het is toch een soort... Ja, nee, ja. Caroline vinden mensen fantastisch. Ja, oké. Okay. Hartje Kuiper. Nelly Kroes vond men ook geweldig. Femke Halsema had ook iets arrogants, maar die wist dat wel. Ja. Die aardige die had ook iets. Het is iets specifieks bij haar, hoor. Ook dat internationale en dat, ja, het is een soort combi. Weinig vakkennis ook, hè? Of weinig inhoudelijke... Het hele... Wel voor Nederlandse zaken, ja. Maar dat zullen ze vast weer gebruiken om te verantwoorden dat ze stopt, want Nederland zou misogyn zijn. Ja, en terwijl Caroline heeft de grootste overwinning geboekt. Goed dat je het momentje... Het is wel mooi dat je het inbrengt, want het is wel... Nee, maar Caroline is een typische gewone vrouw, poot in de klei, weet je wel. Nederlanders houden wel heel geaard, heel nuchter. Om de mensen te verdedigen die dan zeggen, er zit iets misogyns in. Dan zou je ook kunnen zeggen, ja, die Caroline is niet mooi en die doet ook niet alsof ze mooi is. En die Kaag is natuurlijk, die ziet er verzorgd uit. Nee, maar het is veel subtieler dan dat. Want zij zegt echt, ja, ik ga mijn haren niet feunen. Ik kom zo uit bed. En ik wil het werk. Dat vind ik iets anders. Ja, maar zo'n vrouw accepteren we misschien wel makkelijker dan een vrouw die mooi en aantrekkelijk is en ook leider wil zijn. Ik vind Kaag ook heel vaak heel pragmatisch gekleed, alsof ze zo van de yogamat komt rollen. Nee, Wouter zegt dat. Daar moeten we maar eens met Marlies over hebben, denk ik. Hè? Over deze. Ja, je denkt dat zij een beter afgestelde misogynierader heeft dan ik? Ja. 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 Precies. Dat vind ik een bouwde deze, maar toch. Ja, jongens, we hadden gezegd, we gaan Rutte volgen van het kleine Den Haag naar het grote Vilnius en de NATO. Ja. De NAVO, moet ik zeggen. NATO, de NAVO.
Daar is deze week een top aan de gang geweest, waar toch wel een hoop, als mensen dit zien is die voorbij, maar die, waar toch wel een hoop besluiten zijn gevallen. Zweden wordt bij de NAVO gehaald. Dat werd vlak voor het begin van de top, werd dat door Erdogan, is dat toch goedgekeurd en beklonken. Er is een heel nieuw plan voor de verdediging van het Oostfront, zoals je het tegenwoordig misschien zou moeten noemen, bedacht, waar ook weer heel veel uitgaven naar het militair industrieel complex toe zullen stromen. En er zijn toezeggingen gedaan aan Zelensky, weliswaar niet wat Zelensky wilde, maar hij wordt nu toch, er zijn toch wel beloften gedaan dat een langjarig engagement van militaire ondersteuning van andere landen voor Oekraïne zijn vrijgespeeld. Dus ja, je kan zeggen dat is niet wat hij wilde, maar we zeggen wel gewoon van als de oorlog voorbij is, mogen jullie erbij. Met andere woorden is dat volgens mij een Poetin toch de boodschap, als je de oorlog stopt, dan ben je de rest van Oekraïne toch kwijt. Ja, gewoon doorvechten tot je bij de Poolse grens bent. Ja, dan geef ik mijn eigen mening al een beetje. Maar ik vond het toch best wel heftig. Hoe hebben jullie het... Nou, pak hem eerst nog eens even wat zelf uit, want je geeft hem een beetje. Daar hebben we natuurlijk niks aan. Nee, als je garanties doet als NAVO aan Oekraïne, zegt van nou ja, we gaan jullie een éénstaps toelatingsprocedure mogelijk maken in plaats van een driestapsprocedure, dan trek je ze er toch nadrukkelijk bij. En je had ook kunnen zeggen van nou, we gaan inzetten als NAVO op een vredevolle resolutie van het conflict met Poetin. Ja, ja. En als dat niet gebeurt, gaan we ze erbij trekken. Ja. Het woord vrede heb ik niet horen vallen. Nee, maar het is interessant dat jij dat zegt, want het doet mij denken aan de reactie van Zelensky zelf. Die was namelijk nogal scherp. Hij was helemaal niet tevreden. De eerste dag. Ja. Nee, die had er eigenlijk al bij gewild. Ja, ja. Dus, terwijl jij eigenlijk zegt van nou, ze hebben heel veel gekregen. De waarheid ligt dus in het midden. Maar goed, dat wilde ik even inbrengen, want dat viel mij wel op. Want ik had ook meer jouw intuïtie, maar Zelensky die had echt op meer gerekend. Ik zet hem niet mooi neutraal in. Maar misschien, Ad, jij zit wel scherp in. Of nou, jij zit altijd bovenop het Oekraïne-conflict. Ja, het lijkt soms aan de generaal. Ook Prigozhin, zijn familie is nu bedreigd. Dat had jij ook al, dat had jij ook al soort van voorspeld. Ja, dat maar hij is hier verplaatst in de KGB. In de KGB, dus toch het eerste wat je doet dan. Ja. Ik vind het allemaal niet zo moeilijk. Nee, dat is... Een beetje verbeeldingswereld. Ik word er allemaal niet zo vrolijk van, Rogier. Nee, er zit ook de... Ik denk natuurlijk ook aan de toekomst van Europa, van je eigen kinderen. En wat ik al heel vaak heb gezegd, wat wordt het veiligheidsraamwerk waarbinnen we in Europa gaan leven met elkaar. En we hebben nu toch heel sterk het vijandsbeeld gecreëerd. Hè? En daar zijn er misschien ook echt wel redenen toe. Maar die eis die er ooit gold in de richting van Oekraïne, van neutraliteit, net als Oostenrijk. Gezien de geschiedenis en de idee van invloedssferen, wel enigszins begrijpelijk, denk ik. Zekere autonomie voor die Donbass-regio. Donetsk, Luhansk. Dus en zorgen dat daar geen NAVO-bolwerk ontstaat met eventuele kruisraketten of weet ik veel wat. Ja, of ik heb altijd gevonden dat niet buiten nissige verwachtingen waren van Rusland of van Poetin. Of je dan een land moet binnenvallen, dat is weer een tweede. En hoe dat natuurlijk ontaard is natuurlijk nog weer een ander verhaal. Maar ja, dat is met de oorlog. Als je helemaal begint, zie je er dan maar eens mee op te houden. Dus we zitten nu in een situatie, en ik beschrijf het enigszins in mijn boek ook natuurlijk, dat die val van die muur in 89, die werd toch gezien als een soort overwinning van het Westen. En het lijkt alsof we door zijn gegaan, ja, onder leiding van Amerika, met veroveren. Hmm. Economisch en in onze machtssfeer binnenbrengen. Wat je in ieder geval ziet, is dat mondiaal nu echt op toch een hele grote weerzin stuit. Nieuws is natuurlijk ook dat de BRICS-landen inmiddels hebben besloten om een eigen munt te gaan introduceren. Door grondstoffen, goud gedekt. Ja. Die hebben gewoon genoeg van Amerika en van voortdurend dat spel van Amerika in de wereld.
En dat meten met twee maten. Dus kunnen bombarderen van landen wanneer je het zelf wil. En dan zeggen ja, het is een humanitaire actie. En wanneer een ander om andere redenen iets doet, dat meteen... Voor Den Haag slepen. Ik denk... En ja, ik heb dat hier ook aan tafel als vaker gezegd. Ik ben de afgelopen decennia, terwijl ik een groot bewonderaar van Amerika was, gaandeweg toch wel iets anders over het land gaan nadenken. En ook al veel ambivalenter in ieder geval. Is ook steeds meer bekend geworden. Ja, is ook steeds meer uitgelekt. Steeds meer bekend geworden. Maar ik had al in de jaren 90 zo mijn bedenkingen, om het zo maar te noemen. Maar zo ben ik niet opgevoed en ik vind het ook een voor mezelf een wat pijnlijke ontgoocheling. En dat heb ik nu weer. Als ik dit zie, dan denk ik, jongens, waar zijn we nou eigenlijk nou op pad? Was het nou echt de bedoeling, denk je nou echt dat Rusland Europa wilde gaan veroveren? Ja, dat is zo'n merkwaardig frame dat opeens dat overal zo... Ja, ja, ze stoppen niet bij Oekraïne. Nee, ze stoppen niet bij Oekraïne. Nee, ze gaan de rest veroveren. Ja, alsof dat... met zo'n kleine bevolking, alsof je die landen überhaupt onder controle krijgt. Die zijn lid van de NAVO, we kennen... Dus wat dat hele beeld van Rusland rolt door en voor je het weet staan de tanks hier op de Dam. Nou, ze staan er nu ook. Kapotgeschoten. Ja, op het Leidseplein. Op het Leidseplein. Kapotgeschoten Russische tank. Ik vind het echt een toonbeeld van smakeloosheid. Zeker. Als je nou enigszins beschaafd wil doen... en je wil onderscheiden van je... dan ga je dit toch niet doen. Is mijn... Er zijn ook gewoon mensen in verbrand, weet je wel. Dat is de realiteit. Wordt er trots bij vermeld. Hier zijn Russen... Ja, we mogen plotseling op een manier etnisch denken... die lange tijd... die we heel onbeschaafd hebben gevonden. Nou, in ieder geval... Ik zie dit ook weer, die top. Ja, Zelensky heeft niet gekregen wat hij wilde. Was de eerste dag natuurlijk zwaar ontstemd. Je hoort ook wel mensen zeggen, ja, we hadden ze me toe moeten laten tot de NAVO. Te krankzinnig, want dan heb je op dit moment oorlog tussen de NAVO en Rusland. Dus wil je nou een kernoorlog, ja, dan moet je Oekraïne nu lid maken. Ja. Dat is want dan heb je, met alle verplichtingen van dien, moet de NAVO dan erin en dan is het gewoon het einde zoek. Maar ook met deze toezegging, dat is precies wat jij zegt, dat is natuurlijk, wat laat je nou nog... open als uitkomst. Hè? Dus kijk, het leveren van die clustermunitie, dat is natuurlijk echt een testimonium paupertatis. Het getuigt echt van een onvermogen. Kennelijk ben je niet meer in staat om een andere type munitie te leveren. Ziet het er gewoon niet goed uit. En lever je dus een munitie aan wat helemaal niet zo geschikt is voor een offensief. Eerder voor een defensief, waarin veel grondtroepen optrekken. Heb ik mij ook maar laten vertellen, maar ik kan het begrijpen. Dus clustermunitie is juist heel erg geschikt wanneer je te maken hebt met mensen die niet in zwaar vestingwerk en bunkers zitten. En verdedigingslinies hebben opgebouwd en loopgraven. Maar juist die komen met tanks, met voertuigen enzovoort. Dus... Het grote Oekraïne-offensief is niet uit de verf gekomen. Er zijn massale verliezen geleden. Er zijn stemmen die gaan nu op naar 250.000, 300.000 doden in totaal. En de NAVO gaat maar verder. Er is kennelijk nog maar één weg, dat is oorlog blijven voeren. Ik weet niet wat dat betekent voor de toekomst. Hoe krijgen we de publieke opinie uit dit, wat jij zegt, dit etnische denken, dit frame van oorlog is goed? Maar waar zit de ruimte dan nog? Ik bedoel, wij roepen het hier al een tijdje, nou zijn wij een klein... Ja, dat zet ook verder geen zoden aan de dijk, maar ik vind wel... Maar waar zou die opening dan zitten? Want het is... Ik denk dat we heel wat verjaardagsfeestjes bederven, hoor. Ja, laten we het hopen. Tenminste, als dat feestjes zijn waar... Waar mensen toch durven tegengas te geven. Ja. Ja, ik zie het iets... Ik snap wel dingen die worden gezegd, maar... Kijk, de vraag is, weet je, wat heb je liever? Wil je een warrior zijn in the garden of een gardener in a war? Dus dat is wel een belangrijke. Dus nou ja, we zullen dus... We moeten ons beter beschermen. Nou, dat was evident, dat doen we nu. Wat is de aanleiding? Ja, ik zie dat wat genuanceerder. Ja, kijk, stel dat
Rusland weer in Cuba. Nou, genuanceerd, je ziet hem anders. Ja, je ziet hem anders. Nee, maar dat kan natuurlijk. Je kunt hem anders zien, maar ik zie hem zo. Nou, bijvoorbeeld 1962, hè, de aanloop, Cuba-crisis. Die hebben we eigenlijk niet zo besproken vandaag. Maar in die aanloop, dat is ook een genuanceerd niveau. Je brengt terechte punten naar binnen. Kijk, stel dat Rusland nu bij Amerika weer aan de poort zou staan. Ja. Naar Mexico. Dan krijgen we dus, bijvoorbeeld krijgen we nu weer 1962, de Cuba-crisis. En nu hebben we een spiegelbeeld hiervan en is ineens Rusland is evil. Mm. Ja, dus dat is natuurlijk raar. Hè? Dat moet je gewoon symmetrisch behandelen. Gelijkwaardig doen we niet. Nou, natuurlijk is er nu een verschrikkelijke oorlog. Mijn belang is om dat zo snel mogelijk te stoppen. Dat is mijn wens, dat is mijn visie. Ik ben met jou eens, dit gaat nog heel lang duren. Want ja, totdat er geen bevolking meer is in Oekraïne, even cynisch gezegd. Het is niet duidelijk wat het doel is. Nee, dat is dat raamwerk. Waar kom je uit? Dus je zult toch op een gegeven moment moeten onderhandelen. Hoe zie jij het anders dan? Omdat je kondigde aan... Wordt natuurlijk gezegd, het is of het is Amerika of het is Rusland. Maar het is allebei, denk ik. Het is gewoon een combinatie van factoren. En je moet het vooral historisch zien. Hè, vanaf de Tweede Wereldoorlog, zeg maar. En dus vooral vanuit de Cuba-crisis, hoe ik het zie. Dus gevoeligheid voor elkaars gebieden. Mm-hmm. Ja, als je inderdaad vanaf de jaren 90 continu dichter bij Rusland komt tegen de afspraken in. Althans, dat is mij de mening. Ik ga Rusland verder niet goed praten, hè, maar ik denk dat het heel erg hard nodig is dat we ook naar onszelf kijken. Dat de NAVO naar zichzelf kijkt. Dat deel ik met jou. Ja. Dat deel ik met jou. Ja. Dat staat los van de feit, dat had het natuurlijk nooit moeten doen. Weet je, op deze manier. Maar, ik hoor ook nog weinig verschil van mening. Daarom vroeg ik het even naar. Retorica om even wat te zeggen, toch? Dus laten we dat niet te ver uitgooien. We moeten ook langzaam naar die afronding. Ja, die cluster... Ik ben wel benieuwd wat jij er... Clusterbommen, dat is wel even wat we moeten het wel even noemen. Hè, want we hebben daar ons uitdrukkelijk van gedistanceerd. Pensioenfondsen willen er niet in beleggen. Allerlei landen hebben dat ondertekend dat we daar niet aan doen. Amerika niet, Rusland ook niet. Jij stuurde het commentaar van het NRC deze week. Die vonden dat toch al wel alleszins begrijpelijk dat het nu gestuurd wordt. Die waren juist wel kritisch hoor. Bij NRC is dat het gewoon binnen de mainstream proberen kritiek te worden. Dan moet je goede verstaander voor zijn. Ik was wel wat vrolijker over dat bericht. Maar wat ik dan wel raar aan vind is, kijk, dus er zijn bepaalde landen die kunnen die clusterbommen gewoon nog gooien. Daar kun je inderdaad een kritische interpretatie van hebben van het militair industrieel complex werkt kennelijk niet zo goed dat ze bommen hebben. Dus ze sturen een oude voorraad clusterbommen. Maar kijk, wat het is gewoon een bom die... Wat ik erover kon vinden op internet, het is een gridbom, noemen ze het ook wel. En ze gooien het op op de grootte van een voetbalveld of nog iets groter. En dan alles wat er geraakt wordt door een bom die eigenlijk allemaal kleine bommetjes in zich heeft, die dan zich zo verspreiden over zo'n vierkante kilometer of wat kleiner dan dat. Alles wat geraakt wordt ontploft. Sommige dingen blijven liggen, zegt 10% van de bommen. En die blijven dus ook rustig 10 jaar liggen. Dus in de loop der tijd gaan er heel veel burgerslachtoffers vallen. Dat is een van de argumenten. Kijk, dan kan je sowieso afvragen wat het verschil is tussen burger- en militair doel rondom Oekraïne nu. Want dat is helemaal vervaagd. Want het hele land is in militaire paraatheid. Dus het is niet meer een heel helder onderscheid. Maar die bommen vergroten de vaagheid. En daarom zijn ze eigenlijk ethisch verdacht. Dus zijn er allerlei codes die bepalen waarom we die niet gebruiken. In Nederland. En in heel veel NAVO-landen. En Amerika doet het wel. Israël is ook een land dat het wel doet. Rusland zelf. Oekraïne doet het ook al nu. Maar je krijgt dus wel een bizarre situatie dat je straks dus met Nederlandse vliegtuigen die bommen gaat uitgooien over het gebied dat nu Rusland heet. En gebieden die eerst Oekraïne waren en Rusland heten, net over de grenzen. Ja, en dat... is toch eigenlijk wel vreemd. Dus als Nederland zijn we nu daar toch bij betrokken. We hebben ook echt een enorme miljardenstroom aan geld als Westen. En zeker de landen die wat terughoudender zijn met bommen leveren, bijvoorbeeld Duitsland, geven vooral heel veel geld. Maar die steunen dus wel een regime dat het dat doet. Dus je kunt eigenlijk ook niet meer zeggen dat wij zo'n soort steun niet bieden. En waarom het problematisch is, omdat het gewoon een voorspelde escalatie is. Dus je ziet, we gaan gewoon steeds verder. Ja. Dus je zit nu al op de plek van bommen gooien waar je officieel formeel van zegt dat je ze niet wil gooien. Ja. Ja, dat is best bijzonder hoor, want heel veel dingen mogen gewoon in het geval van oorlog. Ja, maar dit niet. Ja, het is een beetje de dag die je wist dat zou komen. Ja, en de vervolgstap wordt toch, eindigen we bij de atoombom. En, tactisch nucleair moet misschien toch kunnen. Ja. Nee, we hebben al F-16. Ja, precies. Ja. Kijk, we hebben het ook over gehad, weet ik nog, de eerste gesprekken. Van wie gaan dan eigenlijk die bommen gooien?
Dan moet je dus wel voor in de vliegtuig kunnen zitten. Wie gaan die mensen trainen? Even voor de duidelijkheid. We werken nu met clustergranaten. Dus niet met bommen. Granaten, 155 mm. Dus die worden gewoon afgeschoten met kanonnen. Dus ze worden niet, dus worden echt als granaten afgeschoten. En dan zitten dan iets van 50 tot 100 kleine bolletjes in. Die granaat ontploft en dat tek, 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 dam, zeg ik. Werkt het vooral effectief tegen oprukkende grondtroepen. Dus die kunnen het niet rijmen met het idee van een offensief wat ze nu hebben. Want daar is het eigenlijk, want dan kom je op die vestingwerken van Rusland. Ja, daar werkt het eigenlijk nauwelijks. En met inderdaad alle nadelen van dien. Hè, dat inderdaad zo'n 10% niet ontploft. Dus dat blijft liggen. Spelende kinderen, maar op allerlei manieren dan zie je dat er heel veel burgerslachtoffers. En ironisch genoeg, de Amerikanen hebben dit type munitie bij uitstek in Vietnam gebruikt. Dus we zitten terug bij dat type oorlogvoering. Hè? Ja. Dus, heren, we moeten helaas. Ik zie er verschijnt dat in beeld zo. Eerst begint te rustig afronden en nu staat de afronden inmiddels met 3 uitroeptekens. Dus dat betekent dat we echt dat de volgende gast alweer staan te trappelen. Ja. Juri, leuk dat je erbij was vandaag. Toch een blik op de toekomst. We kijken uit naar de film. Zeker. Die moeten we gaan bespreken. Hoe heet hij nou ook weer? Oppenheimer. Oppenheimer. Ja. We hopen dat Rutte gekeken heeft. Ik wijs... mooi bruggetje. Ik wijs de kijkers graag nog even op onze petje af actie. Mocht je onze activiteiten willen ondersteunen, kijk dan even op de link onder deze video. En misschien kun je elke maand toezeggen iets over te maken aan ons. Dat helpt ons om deze programma's verder te blijven maken. Dan rest mij ons namens ons allen een fijne zondag te wensen.